Jong PSV is deze dagen te vinden in het Engelse Nuneaton. De ploeg van Dennis Haar strijdt daar om de NT Challenge Cup. Zaterdag is Glasgow Rangers de tegenstander. Zondag wordt er gespeeld tegen Liverpool. Je bent een paar weken bezig nu met dit team. Hoe bevalt het? Hoe ver ben je in de voorbereiding? Nou, je merkt wel dat nu de groep groter wordt. Er zijn wat jongens van het EK teruggekomen. Er komen af en toe wat jongens terug van het eerste. En we gaan nu een serie wedstrijden in. En eens kijken hoe dat gaat. Dus daar heb ik zin in. Mooi. Ja, bewust voor gekozen om nog niet te veel oefenwedstrijden te spelen in deze fase van de voorbereiding? Nou, het heeft ook te maken met de aantallen en de wedstrijdminuten die we spelen. We kunnen nu wat langer spelen omdat ze beter getraind zijn. En nou ja, goed. We gaan kijken hoe dat is tijdens dit toernooi. Ja, wat kun je vertellen over het toernooi? Een paar mooie tegenstanders in ieder geval. Wat is verder wat er hier gaat gebeuren? Nou ja, met name de wedstrijden spelen. En kijken hoe de jongens ervoor staan ten aanzien van Glasgow Rangers en Liverpool. En ja, daar zijn we wel erg benieuwd naar als staf. De jongens hebben er wel zin in, want die hebben een tijdje al niet gevoetbald. Dus we gaan kijken hoe dat gaat. Ja, wat is dan wat je wil zien? Wat is belangrijk in zo'n oefencampagne? Nou, het begint met beleving en strijd. En dat willen we terugzien. Verder hebben we een aantal dingen getraind binnen het aanval en het verdedigend omschakelen. En ja, dat willen we graag terugzien. In het publiek vermaken, spektakel bieden en kansen creëren. Ja, en hoe is het verder voor jou? Want op zo'n trip dan zullen de jongens ook misschien van een hele andere kant zien. Je zit even met elkaar, bij elkaar op de lip. Ja, nou ja, het groepsproces is daarin ook belangrijk. Hè? De jongens groeien naar elkaar toe, leren elkaar beter kennen. Ik leer de jongens beter kennen, ze leren mij beter kennen. Dus dat is mooi om te zien.